profiteert FCN Sint-Niklaas. Daniel D. Oliveira kapt de keeper mooi uit en brengt FCN langzij met een... Zit nu stukken beter in de partij en Daniel De Oliveira toont dat hij een zeer goede traptechniek in huis heeft. Zie hoe mooi hij de 3-0 scoort. Ook al probeert Temse weerwerk te bieden, toch geven ze te veel ruimte weg achterin. En zo kunnen De Oliveira en Belfassi een mooi nummertje opzetten en de 4-0 scoren. Een kwartier voor afluit. Eendracht Haas begint goed aan de partij en zet het meeste druk. Maar bij de eerste tegenstoot van FCN is het raak. Rodrigo de Oliveira opent de score met dit afstandsschot. Een kwartier in de tweede helft is het opnieuw de thuisploeg die op voorsprong komt. De Oliveira loopt net geen buitenspel en werkt overhoeks binnen 2-1. Aalst gooit nu alles naar voren, maar krijgt het deksel op de neus. Voor de derde keer kan Rodrigo de Oliveira de bal tegen de netten trappen. En met een hattrick is zijn ploeg op een comfortabele 3-1 voorsprong brengen. Al goede mogelijkheden. Iets over het duur krijgen ze dan toch wat ze verdienen. Daniel Rodrigo de Oliveira vanuit de draai en Krepkes is geklopt 1-1. De thuisploeg drukt dan door en gaat op zoek naar de volle buit. Net voor het kwartier toch een keer de bezoekers. Lange bal tot bij De Oliveira. Die versnelt en snijdt goed naar binnen. Zijn schot wijkt af op het been van Sven van der Heijden en doelman Bart de Brouwer staat op het verkeerde been 1-1. Beide ploegen kunnen het hoge tempo niet vasthouden en de partij valt wat stil. 10 minuten voor de pauze zijn de bezoekers nog het dichtst bij de voorsprong, maar het schot van De Oliveira spat uiteen op de lat. Na 10 minuten in de tweede periode wordt De Oliveira weer diep gestuurd. Temse kapitein David Daman laat zich veel te gemakkelijk wegzetten en De Oliveira loopt de bal over Bart de Brouwer. En via de paal kan De Oliveira zijn tweede van de middag makkelijk binnenleggen. Daniel Rodrigo de Oliveira zet de strafschop beheerst om en op 10 minuten voor het einde is alles weer te herdoen. Maar net als tegen Ternat zit het venijnen... ...vallen de bal over de bezoekende keeper lopen en het staat 1-1, eveneens de ruststand. In de tweede helft krijgen we hetzelfde spelbeeld. FC... Vier minuten later kunnen de Aanstenaren opgelucht ademhalen als de poging van Daniel de Oliveira net voor de lijn wordt weggewerkt. Op het half uur is er opnieuw pech voor FCN. Keeper van Steenbergen is uitgeschakeld, maar het doelhout staat de 0-1 in de weg. In de tweede helft blijven de bezoekers uit het Waasland voor het meeste doelgevaar zorgen. In de 65e minuut krijgt men bij Aalst onvoldoende de bal weg en scoort Mohamed Belfassi van dichtbij de 0-1. Zelf blijft Sint-Niklaas beter en met meer inzet voetballen. Uitblinker Praat bedient Rodrigo de Oliveira en die hoeft de 2-0 maar binnen te... FCN Sint-Niklaas Diegem Sport is een gesloten wedstrijd. We moeten wachten tot op het half uur voor er iets opwindends gebeurt. De Oliveira zit voor, Kjell van der Hagen kan hem niet binnenkoppen. Daniel de Oliveira, die net vader is geworden, probeert het van op afstand. Maar zijn schot gaat net naast. Spelers moet missen, begint het gretig staande partij. Na 10 minuten is de thuisploeg meteen gevaarlijk. Daniel Rodrigo de Oliveira alleen op keeper David Kempeneer. Die redt en aan een Belfassi voetbal in die tweede helft. Toch zorgen de Nieuwkerkenaars voor de meeste dreiging. Daniel Rodrigo de Oliveira met een knal van op 30 meter. Als een schot spat uiteen op de kruising. Het zit FCN niet... En profiteert daarvan. Daniel de Oliveira stuurt Tim Verstraat in het straatje. En die legt naast Heijmans in doel. 2-0, eveneens de eindstand. Een mooie overwinning voor FCN, al bepaalde de weer... De eerste kans van de partij is voor de thuisploeg. Daniel Rodrigo de Oliveira met de knappe actie op links. Die legt de bal goed achteruit voor de ingelopen Lode Vertongen. Een doelpunt na een combinatie komt er pas in de slotfase van de eerste 45. Tom van Hifte is de maker, maar Chris Janssens is de balbezit, maar is voorlopig enkel gevaarlijk op stilstaande fase, zoals hier met Daniel Rodrigo de Oliveira. De bal gaat naast. Voor de rust zet Steve de Ridder voor. Jimmy Mulissa half met het hoofd, maar Daniel Rodrigo de Oliveira vol op de slof 1-2.
In de tweede helft valt het af. De Wuiters proberen een hele tweede helft op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar verder dan dit schot van Daniel Rodrigo de Oliveira komen ze niet. Het blijft dus 1-2 in het voordeel. Na de rust komen de Wuiters scherper uit de kleedkamer. Tom van Hifte geeft de bal mee met Daniel Rodrigo de Oliveira, die zijn schot net buiten de 16 wordt onder de lat weggetikt door doelman De Baas en drukt de thuisploeg weg. Maar het zit de bezoekers niet mee. Jori Dazeleer behoudt goed het overzicht, maar Steve de Ridder met risico's. Maar op meer dan deze kans van Daniel Rodrigo de Oliveira in het zijnet komen de Wuiters niet meer.